Welkom bij aflevering 23 van Moordzaken, de podcast. Vandaag bespreken we de zaak de moordweduwe van Vinke Maar let op. Ja, het is een bizar verhaal. Hè? Het is een, een verhaal eigenlijk dat door uh, de jaren heen een aantal wendingen kent. Dus let goed op, mis niks. We proberen het allemaal goed te vertellen vandaag. Ja, sharp. Uh, 11 terug. april. Ja, 11 april 2000. 21 jaar geleden. Uh, het nieuws van uh, april. Nou, ik heb april niet veel gevonden. Dus ik ga even een maandje terug naar maart. Uh, dat was het aandeel World Online. Ik denk dat mensen dat misschien nog wel kennen. We zien Nina Brink nog met haar duimen omhoog staan. Ja, trots World Online. als ze was. Het ging naar de beurs. Geïntroduceerd op de beurs. Alleen... Uh, het was een van de grootste aandelenzwendels uit de geschiedenissen mede de oorzaak van de beurscrash in 2000. En ander nieuws wat ik wel zag, was André Hazes. Die weigert een edison in ontvangst te nemen. Hij zou die prijs eigenlijk krijgen voor dat geweldige oeuvre van hem. We kunnen de nummers allemaal nazingen. Maar hij hoorde uiteindelijk dat Doema voor de prijs bedankt had. Dus toen zei onze vriend André: Ik wil hem ook niet. Is dat zo? Mooi. Ja. Klaar. Je? Okay. je hebt er ook een beetje op zitten letten. Ja, ik had het gelezen, maar ja. ik ben heel verbaasd. <laughs> <Goed. laughs> Oké. Okay, in Rusland wint uh, Vladimir Poetin de presidentsverkiezingen met 52 procent. Dat is eigenlijk nog niet eens zo overtuigend. En, uh, ja, dat is na Boris Yeltsin eigenlijk het tijdperk Poetin tot op heden. En ook in die maand stortte weer eens een vliegtuig neer: in dit geval een Boeing 737 van Air Philippines. En die stort neer op een kokosnootplantage op een berghelling. En alle 131 inzittenden komen om. Dat is normaal vlaar jouw wij, specialiteit. Het valt er sowieso op dat er eigenlijk rond onze moordzaken altijd een vliegtuig neerstort. Best moet je, moet je maar eens even teruglezen. Nou, en eigenlijk het meest uh, het nieuws wat eigenlijk best erbij bijgebleven is in uh, 13 mei. Is uh, een van Nederlands grootste rampen van deze eeuw. Hè? De vuurwerkramp in Enschede. Waarbij die complete woonwijk verdwijnt onder de as. en uh, aan 23 mensen het leven kost. En tenslotte nog even de populaire kindernamen. Toen waren Thomas en Emma. Kijk. Uh, Sportnieuws. Uh, ja, heb heb jij wat gevonden? Nou, nee, het komt allemaal naar Napels in de zomer. maar dat vind ik te ver weg. Nee. Ja, maar ik heb een mooi alternatief, Carrie. Een klein persoonlijk tintje. Daar vragen de luisteraars wel eens om. Ik ben in uh, april 2000 getrouwd. Nou, dat verraadt meteen een beetje hoe oud je bent. Nou, dat niet. Ik ben nog steeds getrouwd met dezelfde lieve vrouw. Dus je, dat kan je ook uitrekenen. Ja, dat kan ik uitrekenen. Ja. Ik bedoel, dat verklaart ook een beetje toch dat je geen, uh, geen 30 bent. Je kan heel vroeg trouwen, Karin. Ja, ja, nee. nee, ja, dat weet je niet. Het weer, Karin, vertel. Uh, 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 ook voor de luisteraar, wij zijn dus niet met elkaar getrouwd. Mocht dit. Mo nog een keer ja, gezegd. Een keer. We zijn ook geen broer en zus. Uh, het weer: een gemiddelde half- tot zwaar bewolkte dag met een uh, gemiddelde temperatuur van ongeveer 6 graden. Overdag natuurlijk wel iets warmer. Koel, uh, cool, zonnig. Een beetje een aprildag. Prima dagje. En de muziek. En, uh, ik ga tegenwoordig ook een beetje rekening houden met de Belgische luisteraars. Want zowel in Nederland als in België stond op dat moment nummer 1 een hit van de Finse hip-hop hop -hip -hop en housegroep Bomfunk MC's. Met het nummer Freestyler. Precies. De bam, BAMFUNK MC's. Uh, in deze zaak, de moordweduwe van Veen. Uh, is een zaak met wederom een Marcel. Had het natuurlijk vorig jaar ook. Alleen met deze Marcel loopt het iets minder goed af. En het is ook een zaak die nagespeeld is in de tv-serie van Godlos. Zeker aardig om even te kijken. Ja, we hebben allebei even gekeken met Angela Schrijf en Kees Geel deze aflevering. Uh, we gaan dus terug naar uh, 11 april, of eigenlijk is het al 12 april, uh, in de nacht, woensdag, 12 april 2000. Wanneer het lichaam van Marcel Korndijk wordt gevonden in zijn villa aan het water in Vinkerveen. Het is dan ongeveer rond kwart of één s'nachts dat de meldkamer een berichtje krijgt dat aan de waterrijk in Vinkerveen een man hevig bloedend op de grond ligt en dat het er niet goed uitziet. Nou, je begrijpt, de politie is snel te plekken, om half twee, tegelijk met de ambulance. En Marcel, die vinden ze dan, uh, die ligt voorover, gedeeltelijk op zijn zij. En als zijn borst ontbloot wordt, worden twee kleine wondjes zichtbaar ter hoogte van de hartstreek. Nou, duidelijk hè, hij blijkt doodgeschoten. En dat terwijl zijn vrouw en bijna eenjarig dochtertje bovenlaag te slapen. Ja. Een bizarre zaak. En je begrijpt, Carrie, ik heb natuurlijk weer het nodige veldwerk gedaan. Nou, je hebt de afgelopen week volgens mij een beetje verzaakt. Dus... Nou, ik heb deze keer, ga ik het dubbel en dwars inhalen. Ja. Let maar op. Nee, Waterrijk is een uh, villapark in Vinkenveen. Dat zijn eigenlijk best ruime villa's, heb ik gezien. En van daaruit ben je direct op uh, de Vinkenveense plassen. Dus heel veel mensen met een bootje die, uh, die vertoeven daar. Het is zowel voor permanente bewoning als voor vakantiewoning. Maar het zijn echt wel uh, ook wel kostbare villa's. Ik zag dat er nog een te koop stond. Voor, voor de liefhebber. Um, ja, uh, aantrekkelijk in de buurt van Amsterdam. Waterrijk. Uh, goed toeven. Je zou zo makelaar kunnen worden. Ja, mooi. Uh, uh, <laughs> misschien een kleine bijverdienste. Ja. Uh, nou, in ieder geval Marcel, die, die woonde daar. Dus. Uh, nou, iets meer over Marcel. 41 jaar. Uh, het is een softwareondernemer. Dus. Uh, hij wordt geacht uh, daar zijn geld mee verdiend uh, te hebben. Hij is eerder getrouwd geweest. Heeft dus al een, uh, heeft al een dochter. En uh, ja, staat een beetje bekend als uh, een bon vivant daar in uh, Vinkerveen. Ja, en dan schijnt tijdens een oud nieuw feestje in 97... Uh, dat hij Antoniek, zijn toekomstige vrouw, leert kennen. Sportieve vrouw, hè. En uh, nou, die, die kunnen het goed vinden met elkaar. En dat gaat ook best snel, want binnen een paar maanden... hebben ze eigenlijk al trouwplannen... Ja, Antoniek is 31 jaar en uh, komt uit een Brabants ondernemersgezin. De vader heeft een groot uh, poeliersbedrijf. Uh, die vader is zelfs gemeenteraadslid geweest van de seniorenpartij. Doet wat in vastgoed. En uh, zij is zelf heel sportief. Ze is uh, jetski-kampioenen geweest van Nederland. In 1992 was ze 23. Daar is een beetje ingerold via haar broer, want hij importeert jetskis. En zij wordt omschreven als een opvallende verschijning. Ja, Band. mooi. Hè? Heel mooi atletisch figuur. Nou, rondborstig is dat atletisch. Uh, dat, ja, dat zijn ja. <laughs> dat zijn wij worden. Het is weer een nou, mannelijke. Ja. Ja. Energiek en slim um, lees ik. en uh, Kerels... vrouw zeggen wij dan eerder, ze is blond en zonnebankbruin. Oh. Nou, uh, het uh, is uh, gewoon uh, een topwijf, volgens Kerels. Uh, ja, oké. Okay. Uh, en ze is inderdaad niet alleen snel op de hè. Ze is, uh, Ze is überhaupt snel. Ze heeft een snel leven. En uh, nou, dat snelle leven, dat kost ook wel wat. Uh, ze heeft ook wel, uh, dat ze iets voor zichzelf wil. Ze wil heel graag een eigen zonnestudio starten. En Marcel, die ziet er blijkbaar ook wel zitten. Want die koopt een, een mooie zonnestudio voor haar. Samen gaan ze dus wonen, gelukkig aan het Waterrijk in Vinkenveen. Uh, um, Vrij plotseling. Ja, en ze heeft ook heel veel geld nodig hè, voor haar leven. Dus um, ze moet dat ergens vandaan halen. In dit geval bij Marcel. Zo wordt het eigenlijk wel opgeschreven. Het heeft ook een naam: Gold Digger. Ja, um, want Marcel is wel haar eerste huwelijk, geloof ik, maar niet haar eerste man. Hè. Ze schijnt al meerdere relaties achter de rug te hebben. Dus uh, nou, de 41-jarige Marcel die is er blijkbaar ook ingestonken. Dat, dat, dat zijn jouw woorden. Dat zijn mijn woorden dan weer. Ze trouwen in ieder geval plotseling in 1998. Ja, en uh, als kerst op de taart bevalt Mieke in mei 1999 van een dochtertje. Gezintje compleet, hè? ziet er allemaal heel mooi uit. Ja, nog even voor de luisteraar. Dus Antoniek en Mieke is dezelfde persoon. Goed om te zeggen. Want uh, anders zou je maar verward raken. Ja. Um, maar nee, nee, dit... Nee, wel, dit is een klein probleempje. Er is zeker een klein probleempje. Er, er blijkt gewoon eigenlijk wat minder geld te zijn dan uh, Mieke dacht. Misschien is het wel zo dat Marcel uh, zich mooier voordoet dan hij is. En dat levert eigenlijk steeds meer uh, ruzie op. En ook Marcel gaat een beetje meer spitten in het verleden van uh, Antoniek. Er schijnen heel veel vriendjes uh, in het verleden geweest te zijn. Dus wat voor de buitenwacht perfect lijkt, is toch minder fantastisch? Ja. Yeah. En het komt dan zelfs zover dat hij bij de notaris haar uit zijn testament schrapt. Ja, de vraag is of zij dat weet. Maar uh, Marcel heeft het in ieder geval flink mee gehad. Is ook volgens mij de scheiding aan het ik, voorbereiden. Ja, ik denk niet dat zij het weet. Want als zij dit geweten had, dan heeft het niet heel veel zin om hem te vermoorden. Dat is een goed punt. Ja. Ja, maar dus... goed, niet alleen zij wordt trouwens uit zijn testament geschrapt. Ook het uh, dochtertje volgens ook mij. Ook het dochtertje. En dat vind ik eigenlijk best wel heftig. Ja, want hij ja, laat, laat alles denken, na. Ja, je kan denken, ik ga scheiden en, en ik wil jou niet mijn testament hebben. Maar waarom dan uh, het kind schappen? Dus de erfgenaam uh, is nu zijn dochter uit zijn eerste huwelijk. Maar goed, alles, alles is vastgelegd bij die notaris. Um, Marcel wil dus scheiden van Antoniek. Um, en zij denkt inderdaad waarschijnlijk nog dat ze meer overhoudt bij een erfenis... Dan, dan, dan na scheiding. Dan, dan, ja, dan als ze gaat scheiden. Dus... Ja, want hij was ook al grote bedragen aan het overmaken. En dat had uh, Antoniek gezien. Dus die vermoedde eigenlijk dat al het bezit. Want zij dacht toch nog wel dat er bezit was. Een huis, een auto, ik weet niet. Best wel wat kostbare zaken. Zij was bang dat dat gewoon allemaal zou verdwijnen. Ja, dus kort door de bocht eigenlijk voor, een, uh, uh, voor die erfenis. Dus moet eigenlijk Marcel uit de weg worden geruimd. Ja, zodat zij niet hoog achter uh, moet gaan wonen. En daarvoor gaat ze contact zoeken. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, hoe vind je iemand daarvoor? Nou, in februari 2000, dus dan hebben we de, een paar maanden daarvoor, neemt ze contact op met de zwager van haar ex-vriend. Uh, dat is Arnoud. Ze maken een afspraak en zij vertelt over de problemen die ze heeft met haar echtgenoot. Ze vertelt ook over financiële problemen, ze is in uh, moeilijkheden gekomen. En ze schetst eigenlijk zelfs het hele scenario van, ja, uh, zou het niet een oplossing zijn om te kijken of we uh, iemand kunnen vinden... Die uh, Marcel zou willen vermoorden. Uh, best wel apart om daar zo open mee te ja, In eerste instantie zou ik denken dat Arnoud dan een of andere huurmoordenaar is, maar dat, dat is hij natuurlijk. Nee, dat is een niet. soort vriend. Het is, het is gewoon een hele snelle jongen die in het goed zit. Uh, hij heeft wel allemaal verschillende bedrijfjes, hè, verschillende woonadressen... dus uh, waarschijnlijk doet hij ook iets meer dan alleen het goed. Dat denk ik ook. En oh, zijn bedrijfjes schijnen ook minder succesvol te zijn, ja. blijkt later. Maar hij heeft er gewoon echt geen zin in en hij probeert gewoon een smoes te verzinnen. Dus hij wil er gewoon weg van blijven. Je zou je oh, kunnen afvragen. Een, een aanzienlijk bedrag. Ja, het ging volgens mij om een ton. 250.000 oh, gulden gelezen. Ja. ja, nou ja. omgerekend bijna een ton. Nee, maar waarom heeft hij niet de politie gewaarschuwd op dat moment? Zou je al kunnen denken. Ja. Maar Antoniek, uh, ofwel Mieke. Die geeft het nog niet op en die benadert vervolgens een. Trouwens, uh, even uh, voor deze hele uh, moordzaak. misschien even goed onthouden: deze naam Arnoud. Want die zal later in de zaak toch nog een belangrijke schakel zijn. Ik vind dat je al een hele goede hint geeft. Ja. Uh, maar Antoniek die geeft het niet op. Arnoud is afgehaakt, maar ze neemt contact op met een ex-vriend, Dik. En in februari uh, 2000 spreken we nog steeds. Spreken ze af in de Zonnestudio in Vinkerveen van Antoniek. En daar vraagt Antonique: Weet jij voor mij iemand die uh, me kan helpen om iemand te vermoorden? Nog liever vandaag dan morgen. En uh, ook weer een flinke vergoeding in het vooruitzicht gesteld. Uh, ja, ze zegt: uh, Er zullen in VinkerV wel genoeg mensen zijn die dat willen doen. Maar, ja, maar deze dik uh, ja, maakt het toch wel duidelijk dat hij daar helemaal niets voor voelt. Ik begrijp het wel, want waarom zou je daar als, als, als ex-vriend. ...je uh, mee inlaten met dat gedachtegoed. Ja, er nee. volgt nog een tweede gesprek, geloof ik zelfs. Nee, hij weigert. Hij weigert meteen. Ja. Bij Arnoud is ze lang aangedrongen, maar toen heeft ze op een gegeven moment... ...heeft Arnoud gezegd, uh, uh, die wilde gewoon van af. En die heeft toen gezegd, uh, ik, uh, ik weet wel iemand, maar die kan ik niet doen... ...want die zit in de gevangenis. Ja, maar die, die Rolodex van Mieke, die raadt het gewoon door. Hè? Ja, dus nummer drie wordt benaderd. een onuitputtelijk netwerk van, van duistere figuren. Ja, en ze heeft beet bij nummer drie. Dan ja, gaat dat het om? Is Tommy. De vrijgezelle Tommy Z, 33 jaar oud. En Antoniek, die kent hem nog uit het uh, jetski-wereldje. Ja, de niet, ouders van Tommy hebben een watersportbedrijf. Niet, niet te verwarren trouwens met het uh, jetset-wereldje. Net zoals de pareclub-pareclub, hebben we jetski-jetset. Wat zin in de neem. Ik ben trouwens wel heel benieuwd hoe dat jetski wereldje er begin 2000 uitzag. Ik denk een hoop snelle motoren. En ja. Een hoop bling-bling. Kun je je van alles bij voorstellen. Maar deze Tommy, die uh, is niet direct helemaal enthousiast. Maar hij uh, heeft op dat moment. ja, Hij zit onder de cocaïne, of beter gezegd. Hij uh, heeft een behoorlijke verslaving. En uh, kan toch geen weerstand bieden tegen de toegezegde uh, mooie vergoeding die hij voor kan krijgen, denk ik. Ja, ik denk dat het ook meespeelt dat Antonique hem wijsmaakt dat, uh, dat Marcel haar dochtertje of hun dochtertje van toen nog een jaar mishandelde. En, en dat Marcel haar geld wegsluiste. Dus ze is niet helemaal eerlijk geweest. Nee, ze heeft een beetje geprobeerd op die manier sympathie te winnen misschien. Uh, en ze heeft ook al een heel scenario klaarleggen hoe uh, Tommy dat kan doen zonder gezien te worden. Dat vind ik ook wel mooi dat, die, dat ze dat al helemaal van tevoren bedacht heeft. Uh, want er zitten camera's op het terrein, maar het idee zou zijn dat, dat, dat die binnengesmokkeld wordt. Nou, een, een, heel mooi, een heel mooi scenario bedacht. Ja, nou, in ieder geval, Tommy die, uh, die gaat ervoor, die is bereid om dit uh, te doen. En zo geschieden ook. Dus uh, die politie, die start natuurlijk na die moord het onderzoek. Maar dat onderzoek dat loopt eigenlijk niet. Hè? Dat loopt helemaal niet soepel, dat hapert, er uh, komt geen resultaat uit. En dat komt eigenlijk omdat die politie dus niets gezien heeft op die camera's bij die villa. Nee, en... ze denken dat het via het water gebeurd is. Ja, dus ze hebben niets gezien op die camera's bij de villa. En er zijn ook nog camera's bij, uh, bij die enige toegangsweg. En daar is dus niets te zien. Dus uh, de logische gedachte is inderdaad dat het via het water uh, gebeurd is. Een hele goede vluchtweg ook, hè. Want je kan natuurlijk heel makkelijk via het water uh, weer ontsnappen. Ja, ze, ze gaan ook dreggen, maar dat levert helemaal niks op. Ze gaan natuurlijk op zoek naar het moordwapen. Ja, in die Vinkerveense plassen. En ondertussen die drie kerels die houden al mooi mond. Want eigenlijk hadden die natuurlijk wel een uh, klein vermoeden. Antonique zelf heeft uh, de Zonestudio in die tijd ook verkocht. En is eigenlijk weer teruggekeerd uh, richting het ouderlijk huis in Helmond. Ja, en dan niet onbelangrijk. Er wordt wel tipgeld uitgeloofd. Van maar liefst 25.000 schulden. En... we nog niet in het eurotijdperk? Uh, nee, nee ja, nog steeds. 20, nog, nee, is 2000. Nee, heb niet, Scherp je hebt, hebt 25.000 oh, nee. schulden. Het is inmiddels uh, juni dan. Twee maanden na de moord op Marcel. En dat is dan het punt dat er bij de redactie van het programma van Peter R. de Vries. Oeh, dat is ondertussen natuurlijk wel een beladen onderwerp. Uh, Karin. Ja, ik moet even kort bij stilstaan. Ik denk wel, kijk, deze po podcast is actueel. Voor mensen die hem dan later nu luisteren, is het raar. Maar goed, wij zitten nu echt in de week. Uh, dat Peter de Vries is neergeschoten. Wij weten op dit moment eigenlijk niet hoe het met hem gaat. Nee, maar laat ik zo zeggen, ik heb een enorm respect voor Peter R. de Vries. heb ik ook wel eens eerder uitgesproken. Ik vind, het, ik vind het heel bijzonder hoe hij families en nabestaanden ondersteunt. als een uh, dierbare van hun vermoord is of vermist. Ik vind dat hij daar heel vaak een cruciale rol in speelt. Hij is heel vasthoudend. Ik zie hem ook echt wel als een, uh, een strijder tegen het onrecht. Alleen ik vind wel, Carit, hij is wel wat kwetsbaarder geworden... sinds hij ook bijvoorbeeld in Nabiou B, de kroongetuige van Takki, is gaan bijstaan. Hij is natuurlijk meer gaan doen dan alleen maar de hulpeloze burger ondersteunen... om misstanden aan te gaan. En ja, ik vrees toch dat dat uiteindelijk een beetje dit soort vreselijke aanslagen in de hand werkt. Ja, we moeten toch even kort bij stilstaan. We hopen dat Peter het redt. Maar hij wordt dan in ieder geval. En dan hebben we het over juni 2000. krijgt hij een telefoontje van iemand. die zegt: Ik weet wie die moord beraamd heeft op Marcel. En uh, misschien kunnen we die in de val lokken. maar dan wil ik er wel een vergoeding voor hebben. En Peter Erde Vries uh, vindt dat maar een lastig verhaal. En nu is natuurlijk de vraag: Wie is deze man? Nou, Wie is deze man die belt? Wat het hint al gegeven inderdaad, het is juist het is de zwager van haar ex. Het is Arnoud. Ja, dus de man die is als eerste benaderde om haar te helpen de moord te plegen. Nou, wat doet Peter R. De Vries? Die die verwijst Arnoud door naar de politie. Die denkt ook van uh, ik ga je mijn vingers niet aan branden. Maar dat wil Arnoud niet, want Arnoud is uh, waarschijnlijk gewoon te bang om uh, toe te geven dat hij zelf benaderd is als huurmoordenaar. Maar ze komen uiteindelijk wel uit. Uh, Peter R. De Vries, die tip de politie. Arnoud mag het tipgeld opstrijken. Wat is het ja, idee? Is het idee inderdaad. In ieder geval uh, het verhaal komt via Arnoud bij de politie terecht. Ja. En het is een waar we net over hadden: waarom is hij niet meteen in april of uh, eigenlijk sterk nog. In februari uh, toen, eerder, hij überhaupt... toen hij al inderdaad werd benaderd naar nou, niet naar de politie gegaan. Ja. Nou, dat zegt hij zelf over. Uh, hij dacht dat het met een sisser zou aflopen. Hij wist niet hoe serieus hij het moest nemen. Of hij zit zelf in zoveel zaakjes die ook niet de daglicht kunnen verdragen. Uh, ja. In ieder geval de politie pakt het op en die gaat uh, een aantal telefoontaps zetten. En hebben volgens mij vrij snel succes als Tommy belt naar de zonnestudio van uh, Mieke. En volgens mij komt de zaak dan aan het rollen. Ja, ja ze worden allebei opgepakt, inderdaad. En er zijn genoeg bewijzen ook. Hè? Ze doen een huiszoeking bij Tommy thuis. En daar vinden ze dus allemaal spullen van Marcel, onder andere sleutels van Marcel's auto. Ook ligt daar wapens, ze vinden munitie. En uh, nou, die komen overeen met de kogels die bij Marcel's lichaam zijn gevonden. Het enige is alleen, Antoniek die blijft ontkennen. Maar Tommy niet. Hè? Tommy gaat praten. Nee, die, gaat, die gaat flink praten. Ja. En dat betekent ook dat het uiteindelijk uh, leidt tot een uh, gang naar de rechter, uiteraard. Nou, misschien wel interessant om. Om ook te vertellen wat Tommy dus zegt. Uh, oh, dat kunnen we nu ook zeggen. Yeah. Ja, die, die vertelt dat ze elkaar al vier, vijf jaar kennen. En dat hij dus uh, door Antoniek is uh, benaderd. Nou, dat, dat Antoniek eigenlijk huilde. En, en vertelde inderdaad dat haar man haar dochtertje mishandelde. En dat ze ongeveer iedere weekend in het ziekenhuis zat met de kind. Uh, ook inderdaad over dat geld wat hij wegsluiste. Tommy die heeft eigenlijk nog geprobeerd om haar over te halen. Uh, om gewoon te gaan scheiden. Hè. Dus uh, niet het hele moordplan uit te werken, maar dat wilde ze niet. Um, ze hebben elkaar een paar keer ontmoet in die tussentijd. Uh, een paar keer bij Van der Valk in Tiel. En Antoniek die had eigenlijk wel haast he, met het ombrengen. Dus ja, inderdaad... en ze vertelt dan tijdens de gesprekken ook al hoe het zou kunnen gaan. Dat hij in de woning uit het zicht zou kunnen blijven, Tommy. En dat hij alleen zou helpen als het mis zou gaan. En als het zou lukken, dan uh, zou zij gaan douchen en andere kleren aantrekken en de kruidsporen wissen. En hij zou dan, dan na een paar uur. Zou hij met het vuurwapen en de auto van Marcel het terrein afrijden? Ja, moet ik vertellen hoe. Want hij zou dus wachten in de kofferbak van de auto. Ja. Dus uh, zij zou, dat hebben ze dus ook gedaan, ze hebben afgesproken op de, de N201 in Vinkenveen. Ik ben er net nog overheen gereden. Uh, inderdaad, ze zijn achter elkaar aangereden en vervolgens zijn ze samen naar het huis in Vinkenveen gereden, waar Tommy is dus gaan wachten in die kofferbak. Dus Tommy de schutter kwam dus via de kofferbak en, en niet over het water. Uh, nou, die telefoongegevens inderdaad, hebben we net al gezegd. Ja, er is 46 keer contact geweest ja. tussen Tommy en uh, Mieke. Vaak uit telefooncellen. Nou, er zijn ook geurproeven gedaan met speurhond Rex. Waarvan ik denk, het heet alle speurhonden Rex? Dat is toch echt uit, uit die series? Maar ze heten inderdaad allemaal Rex. De conclusie vonden wij allebei een beetje verwarrend. Maar um, het blijkt in ieder geval wel dat Tommy de dader is. Dat zijn geur volgens mij... Uh, gevonden is in het huis. Ja, misschien nog even in de rechtbank. Uh, wordt uiteindelijk ook duidelijk omschreven dat er geen worsteling is geweest. Dat natuurlijk Mieke gewoon aanwezig was. dat het huis er ordentelijk uitzag. En de doodsoorzaak waren uiteindelijk een drietal inschotletsels. Drie kogels die de vitale organen, het long en het hart, hebben geperforeerd. Uh, er werd namelijk nog even gezegd dat Marcel had hartproblemen, dus dat het daaraan zou kunnen liggen. Maar het is gewoon duidelijk dat het komt door de schoten in combinatie met het massale bloedsverlies. En uiteindelijk zal het niet verbazen dat deze twee lieden, zowel Mieke als uh, Tommy, uh, veroordeeld worden voor het medeplegen van moord. Uh, voor Mieke wordt het in deze fase 15 jaar gevangenisstraf en voor Tommy 7 jaar omdat Mieke natuurlijk uh, alle voorbereidingen en alle plannen... Zij, zij is altijd blijven ontkennen. ...is natuurlijk het brein erachter geweest. En uh, nou, wij spuren dan best wel op internet. Maar ik, ik heb ook niet heel veel meer van haar kunnen vinden eigenlijk uh, over die periode daarvoor. Nee, ga nog wel in of, hoge beroep groters. trouwens. Yeah. Dan uh, wijzigt de gevangenisstraf een klein beetje. Ook niet helemaal goed te verklaren. Want dan zou uiteindelijk uh, Mieke twaalf jaar krijgen. Voor Tommy blijft het zeven jaar... Uiteindelijk, we praten natuurlijk over 2000, dus deze uh, lieden zijn al lang weer uit de gevangenis. Ja, ze zitten dan vast in de vrouwengevangenis in uh, Terpeel. Ja. Dan is inderdaad uh, vrij. Hè? Antoniek, die tegenwoordig dan als Mieke inderdaad echt door het leven gaat, is op vrije voeten. En uh, er gebeuren in 2014, dus maken we een sprongetje van 2000 naar 2014. In één dezelfde maand twee hele opvallende gebeurtenissen. Zeker. En misschien kunnen jullie het je wel herinneren. Een vreselijk speedbootongeluk op de plassen van Vinkenveen. 2 augustus 2014 hè, in de avond. Ja, dat is een man die, die vaart in het donker met zijn onverlichte speedboot. Dwars over een sloep met vier mannen. Een roekeloze actie. En twee van deze vier mannen zijn op slag dood. Nou, dat, dat ongeluk dat kun je wel voorstellen. Het geeft een waanzinnige klap op dat water. Hè. Dat resoneert, dat wordt op kilometers afstand gehoord. En die speedboot die vaart in het donker door. Nou, Wie was deze man? Je, je raadt het niet, of misschien ondertussen wel. Dat was dezezelfde Arnoud weer. De man die als eerste weer benaderd door Mieke. Ja. En dezelfde man die hij later heeft aangegeven bij Peter R. De Vries... om het tipgeld op te strijken. Ja, en ik heb natuurlijk weer wat veldwerk gedaan. Want uh, ik, hou, ik hou van varen. Ja. Nou, wat ik bijzonder vind, Carrie, het speelde zich af in de avonturen. Hè. Dat was dus na een hele dag eerst op Dance Valley gezeten te hebben. Er is veel drank aan te pas gekomen dan uit Uiteindelijk laat deze Arnoud zich nog ophalen van het festival door zijn vrouw. onder de mond van: Ik heb te veel gedronken. En dan toch stapt hij om tien uur met eenzelfde stel vrienden uit Amstelveen. weer in een best wel uh, heftige speedboot. Gewoon een hele snelle boot, acht meter lang. met heel veel pk's. Die een topsnelheid van misschien wel 80, 90 km per uur zou kunnen halen. Daarmee gaat hij naar uh, de lokale beachclub Lust. Dat ligt ook aan de Vinkenveense plas, kan ik vertellen. Daar drinkt hij nog even een paar bieren en wat jenever. En dan om kwart over elf uh, vaart hij weer terug. rijdt eerder, ja, half elf. Ja, half elf, ja. Er, en, en wat doet hij dan? Geen licht, want hij oh, denkt nee, ja. Echt, hij heeft ook veel te veel gedronken. Ik, inderdaad. Uh, hij weet gewoon dat hij echt, echt aan de verkeerde kant van het uh, blaasinstrument uh, zou eindigen. Uh, hij vaart dan ook langs de kant van de eilandjes, maar op een gegeven moment moet hij de doorsteek maken. En wie de Vinkerveense Plas kent, weet dat er allemaal zandeilanden zijn. Volgens mij wel een stuk of twaalf in totaal. En hij moet om naar huis te komen, want hij heeft een woonark die ligt aan de doorgaande weg in Vinkerveen. Moet hij tussen eilandjes 7 en 8 varen. Ja, dat doet hij natuurlijk uiteindelijk met zo'n veel te grote snelheid. Want officieel mag je daar maar 6 kilometer per uur varen. In ieder geval, dan gebeurt dat vreselijk ongeluk. Nou, die mannen in die, die, die sloep die gillen en schreeuwen. Hè? Dat, is, dat kun je overal horen. Dus die brandweer, brandweerpolitieambulance komen natuurlijk naar die plek op het water. En dan begint meteen ook de grote zoekactie naar die boot die is doorgevaren. Uh, een helikopter die, die rukt uit. Hè? Die hebben thermische apparatuur aan boord in de lucht. Die zoeken dan naar die, naar die motor die nog warm moet zijn. Uh, die gaan echt overal kijken. Maar die kunnen natuurlijk helemaal niets vinden. Dan hebben ze nog twee Jetski's. Die gaan ook op zoek. Uh, je moet. Denken, nou jij, jij kent die Vinkerveense plassen. Je komt daar niet uit. Je kan die boot eigenlijk niet verstoppen, want die sluizen zijn dicht. Dus je moet daar uh, die boot ergens aanmeren. Je kan hem niet uithalen, je kan niet door de sluizen. Die boot is gewoon vindbaar. En het gebeurt ook. Vijf uur in de ochtend wordt die speedboot met forse schade gevonden. En uh, dat gebeurt dan bij een woonark. Nou, uh, ze pakken inderdaad Arnoud op met zijn vrouw en zijn zoon. En die worden meteen naar het politiebureau meegenomen. Nou, dat is dan eigenlijk te laat voor die ademtest. die hij moet doen. Nee, die doen ze pas inderdaad de volgende dag. Dus. Ja, ja, dus ze kunnen het wel terugrekenen. Ze kunnen zien dat hij echt wel te veel heeft gedronken. Uh, maar goed, het is eigenlijk al best wel uren daarna. Ja, die twee andere passagiers, want daar had twee vrienden uit Amstelveen. die melden zich wel de volgende dag vrijwillig bij de politie. Die hebben dan ondertussen waarschijnlijk ook gehoord dat er twee doden gevallen zijn bij dat ongeluk. Want terwijl het gebeurde, was er nog een soort suggestie dat ze misschien over een heel zwaar stuk hout gevaren zouden zijn. Dat is eigenlijk de eerste verklaring van Arnoud. Maar hij was toch wel even gestopt daarna. Dus hij was niet in één keer doorgevaren. En die andere twee kerels hadden dan nog om hulp geroepen. Maar ja, dat had hij dus gewoon niet verleend. Hij was gewoon verder gegaan. Ja, want is dan die, die, die vrouw die hij mee had op zijn boot. Dus de medeopvarende, die heeft ook later verklaard. Uh, die zegt dan, we hebben een hele harde klap gemaakt. Hè. Ik werd echt een soort van gelanceerd. Die boot die kwam uit het water. Die klapte ook weer op het water. En ik weet dat we dus na die klap eerst stillagen, wat laag te dobberen. En dat we achterom hebben gekeken in die richting van de achterkant van de boot. En dat Arnoud zei, ik zie allemaal boten naar elkaar toe varen. En toen zijn we dus naar huis gevaren. En ik weet dat Arnoud meerdere keren achterom heeft gekeken. Zij is nog naar het ziekenhuis gegaan, hè, want zij had dus die verwonding. En toen heeft ze gezegd dat ze bij k Pride is geweest. En uh, Arnoud heeft ook gezegd, op het punt toen ze naar de eerste hulp gingen... Zeg niet dat we in Vinkerveen zijn geweest. En daarom heb ik dus bij de eerste hulp gezegd dat we bij de Cape pride zijn geweest. Ja, Dus ze hebben heel goed geweten wat er eigenlijk aan de hand was. Het zal dan ook niet verbazen. Uiteindelijk uh, moet, moeten ze uh, voor de rechtbank verschijnen. En de eis van het openbaar ministerie is uh, serieus, acht jaar. En dan gaat het uiteindelijk om uh, dood door schuld en dan is het element daarin is roekeloosheid want ze hebben bijvoorbeeld gemeten uh, dat die boot minimaal 39 kilometer per uur is gevaren maar het zou misschien zelfs wel 60 geweest kunnen zijn, maar ze zijn aan de voorzichtige kant, ze gaan ook proefvaren ze gaan allerlei op allerlei manieren gaan ze achteraf kijken hoe hard die boot gegaan zou kunnen zijn uh, er wordt best wel veel tijd en energie ingestopt uh, viel me op uh, in het verslag ja, en daarnaast ja, zeggen ze natuurlijk van en de dronkenschap uh, speelt mee? En hij had kunnen weten dat het druk was op het water, want er waren allerlei events. Zelfs ook op die Vinkenveense plas was er eerder die dag een event geweest. Uh, hij geeft ook aan dat hij geen ervaring heeft met in het donker varen. Ja, het is dus buitengewoon onvoorzichtige uh, gedragingen. Geen, geen licht op de boot, te veel alcohol ja. uh, en te hard gevaren. Uiteindelijk veroordeling van de rechtbank. En het is ook nog in hoger beroep gegaan, en het is zelfs nog in cassatie gegaan, we nemen het allemaal even direct mee. Is een gevangenisstraf van vijf jaar en een ontzegging van vaarbevoegdheid van vijf jaar. En dat is dus dood door schuld. En die schuld bestaat uit roekeloosheid. Het is ook natuurlijk het aan zijn schuld te wijten dat een vaartuig onbruikbaar wordt gemaakt en daardoor iemand in levensgevaar komt en. Dat is ook een belangrijk punt. Het natuurlijk niet verlenen van hulp. Ook een belangrijk element. Nou, en dan ook nog eens een keer. Uh, die straf wordt iets langer. Want Arnoud, die blijkt dus eerder te zijn veroordeeld voor een drukzaak. Hij kreeg in 2012 anderhalf jaar cel, gedeeltelijk voorwaardelijk... Hè, voor het witwassen van ruim een miljoen euro aan drugsgeld. Ja, dossier Sprinkhaan. Ja, Ik ben het ook naam. tegengekomen. Ja. Ja. Uh, die zaak liep trouwens nog, want hij was nog in hoger beroep gegaan. En het speelde dus in 2012. Wat trouwens uh, ook opmerkelijk is, is dat die boot, uh, de boot van Arnoud, die is dan door het OM weer uh, te koop gezet. Ja, die hebben uitgehaald. Ja. ja, want dat was, nou, de advocaat van de nabestaanden zei natuurlijk dat is ook een soort bewijsstuk wat je ja, gaat verkopen. Ja, dat, dat is toch heel raar dat ze dat tijdens het proces. Op, ja, ja. Afgezien nog even de vraag of je zo'n moordboot zou willen kopen. Ja, we zeiden al eerder, er waren twee zeer opmerkelijke gebeurtenissen in augustus 2014. Het eerste was dit met Arnoud en de tweede was met Antoniek, die door het leven gaat als Mieke. Die is inmiddels weer vrij, uh, heeft een dochtertje uit 1999, die is dus inmiddels al uh, 15 dan. Mieke is ondertussen 45 jaar oud. Ik heb nog ergens gelezen dat ze zelfs een herzieningsverzoek heeft ingediend. Ja. Ik weet niet of het echt zo is. Maar in ieder geval, uh, het is dan september. als de Belgische federale politie dan een opsporingsbericht van een vermiste Nederlandse vrouw plaatst. 45 ja. jaar, 1,74 lang. goed verzorgd uiterlijk. Nou, je, je raadt het al. Het is onze Mieke. Ze droeg die dag een zwart shirt. met een veehals en daaroverheen een grijs vestje. een grijze lange broek en ze had mooie grijze ballerina's aan. met een zwarte handtas en een zonnebril. Ja. Die, is, die wordt gezocht. Ja, die, want... dag, die dag die jij noemt inderdaad als donderdag 21 augustus. Uh, dat is de dag dat ze verdwijnt. Uh, tijdens een tripje vanuit Belgische kustplaats Knokken. Waar ze eigenlijk tijdelijk woont. Hè. Dus in mei is ze daar een uh, appartement betrokken. Nou, waarom zit ze in Knokken? Dat volgens mij familie en vrienden die zeggen dat ze tot rust wilde komen. Ze speelde van alles in haar familie. Uh, ze ging ook niet heel lekker met haar familie op dat moment. Er speelde iets van een erfeniszaak. Uh, haar familie wil haar eigenlijk ook niet echt uh, nou, meer kennen. Um, dus ze is, in, uh, ze is uitgeweken naar Knokken. En daar krijgt ze af en toe bezoek van een vriendin. Een ene Adriana. Ofwel An. Anne woont op. zelf. Ja, Am woont in Etelur in Nederland. En die vriendin, dus waar, Anne... Waar kennen ze elkaar van? Uit de vrouwengevangenis de Peel. Uit de gevangenistijd kennen ze elkaar? Ja, ze schelen wel overigens bijna twintig jaar. Hè? Dus Mieke is 45 en deze Anne is 64. Ja, die vrouwen die, die kennen elkaar al een tijdje... maar niemand weet eigenlijk hoe die relatie in elkaar steekt. Want Anne is een lesbisch vrouw, euh, Mieke niet. We hebben al gezegd dat ze heel veel relaties had... maar blijkbaar ging deze vriendschap toch iets verder... Uh, dan is het dus 21 augustus dat Mieke plotseling verdwijnt. En een tijdje later meldt Ann haar vermissing op het politiebureau in Brugge. Hè, die zegt dat ze al een tijdje geen contact meer heeft met Mieke. En uh, die begrijpt het eigenlijk niet zo. Die is nog uit ongerustheid uit Etteleur naar Knokken gereden naar het appartement van Mieke om te kijken en te checken hoe het met haar gaat. Nou ja, daar heel raar had ze de, de laptop van Mieke opengeklapt op tafel zien staan. Zelfs met, met nog wat brood, met haar paspoort, met haar rijbewijs. Dus eigenlijk een, een situatie waarin Mieke niet zomaar spoorloos zou vertrekken. En ze vertelt ook verder over die dag dat ze samen op pad waren. Dus Mieke haalt Ann op bij het station in Brugge. Ze vertrekken daar in de ochtend, gaan richting het Belgische binnenland rijden eerst over de E40, dat is dus ook belangrijk voor onze Belgische luisteraars, die herkennen dat, richting Brussel. Vervolgens bij de E19 gaat ze iets meer richting het zuiden. En het verhaal zou zijn dat ze even gestopt zijn op de E40 in Dongen voor een uh, benzinepauze. Uh, Beter gezegd, een benzinetankmoment. Uh, uiteindelijk wordt Mieke voor het laatst gezien uh, op een camera om 11.44 uur 44. Maar deze vriendin, dat is dus Anne, die verklaart zelf dat ze verder zijn gereden. en dat ze Mieke heeft afgezet bij het station Brussel Zuid. En ze zouden dan nog onderweg gestopt zijn bij een benzinestation op de E19 in Nijvel. En Carrie, ik heb natuurlijk weer mijn nodige veldwerk gedaan. Op de kaart althans. Dat is helemaal geen logische route, want Nijvel ligt niet echt op die route. Dat is echt een hele rare afslag. Dus het zal ook niet verbazen dat iedereen denkt, wat is er nou gebeurd? Is Mieke een slachtoffer geworden van een misdrijf? Of zou ze overvallen zijn? Nou, het, het rare is, dus, uh, ze zien haar op dat beeld, dus 11.44 uh, van de allerlaatste keer... bij het tankstation in, uh, in Drongen. Alleen bij het tankstation in Nijvel, daar zien ze dus wel Anne, maar niet Mieke in beeld. En bij het treinstation in Brussel-Zuid, daar ook? zou Mieke zijn uitgestapt... en is Anne met die up verder gereden. Ook daar staat Mieke dus nergens geregistreerd op beeld. Hè? Dus, en Anne, die heeft ook geen verklaring waarom Mieke wel bij de ene tankbeurt, uh, maar niet bij de andere tankbeurt op de camera staat. Ja, en ze in Brussel helemaal niet meer. Nee, nou Ze wordt dan ook aangehouden drie maanden later in Nederland. Want ze woont natuurlijk in etten uh, En uiteindelijk wordt ze dan nog iets later, drie maanden later, uitgeleverd aan de Belgische politie. Ja, op verdenking van ontvoering. Um, maar die federale politie in België, die, die verdenkt Anne wel. Maar ze hebben natuurlijk ook alle andere scenario's onderzocht. Hè? Dus dat uh, Mieke zelf is vertrokken. Uh, dat ze gewoon ergens totaal ergens anders een nieuw leven is begonnen. Uh, ook nog dat er eigenlijk misschien iets uh, nog te vereffenen was... van die moord in 2000 op Marcel. Maar uiteindelijk komen ze toch echt op Anne uit. Helemaal omdat het verhaal van Anne gewoon wat tegenstrijdigheden kent. Maar het raar is, het komt niet tot de bekentenis. Hè? Anne die zwijgt, die zegt ook niet te weten waar Mieke is... Um, maar Alleen... ik moet zeggen, die An, dat is niet zomaar iemand. Nee, maar je moet wel erbij vertellen: pas na een jaar voorrest. moet justitie An toch weer laten gaan. En een jaar in voorrest is best lang. Dus dan heb je echt wel, echt wel een, een verdachte op het oog. Ik bedoel, dan kun je niet zeggen dat je zomaar vastzit. Je hebt toch elke keer weer, denk ik, wel een, een reden nodig om iemand vast te houden. Maar goed, al die andere onderzochte scenario's, die leiden dus nergens naartoe. Uh, ook geen familieconflict, dat stelde eigenlijk niet zoveel voor. Uh, en haar familie zegt ook dat het niet geloofwaardig is dat uh, Mieke uit de angst voor haar familie uh, weg is gegaan. Want zij kan zich prima redden. Dus het ziet er niet zo goed uit. En het, het wordt eigenlijk ook uh, een beetje duidelijk dat Mieke waarschijnlijk niet meer in leven is. Nee, maar over die aanval nog wel wat meer te vertellen, Kari. Ik kan er nog een boekje over open doen. Hè? Ja. Ja, ja, want die heeft ook niet voor niets een paar jaar vastgezeten. Uh, misschien wel even terug, terug te gaan voor Anne. Die is geboren in Indonesië, is 64, ze woont in Etteleur, zoals we zeiden. Uh, ze heeft vroeger bij de, bij de Koninklijke Marine gezeten, dus een pittige tante. Uh, ze heeft ook nog verloofd met een man, maar die verloving wordt verbroken... want Anne die komt uit de kast. En ze gaat dan werken als een uh, gevangenisbewaarste... op de vrouwenvleugel van uh, de toen nog nieuwe Bijlmerbaaiers in Amsterdam. Nou, ze heeft meerdere vriendjes of vriendinnetjes, meerdere relaties... maar uh, dat duurt eigenlijk nooit heel lang... tot ze iemand leert kennen met wie ze snel gaat samenwonen. Nou, dan denk je huisje, boompje, beestje... Alleen heeft Anne een hele nare eigenschap. Ze is extreem jaloers. En in uh, augustus 1982 dan verbreekt ze een relatie met een vriendin. Alleen die vriendin die blijft nog wel bij haar wonen. En dan in november 1982 gaat het mis. Die vriendin die komt moe uit de werk. Die wil even lekker slapen op de bank. En uh, nou, anders heel lief. Die doet nog het dekentje over haar heen. Maar als deze vrouw dan de ex-vriendin in slaap is gevallen dan krijgt ze een hele harde dreun op haar hoofd. En dat is dus Anne, die met een hele zware tang haar dus op haar hoofd slaat. Nou, de politie is gekomen kijken, maar het blijft bij een mutatie... en er wordt op dat moment dus geen aangifte gedaan. Nee, het wordt een beetje als een soort huiselijke twist afgedaan... dus ze komt ermee weg. Ja. Die keer wel. Die keer wel, maar in 1998 krijgt Anne een nieuwe vriendin. En dat is twee jaar later, januari 2000. Als ze dus opnieuw fout gaat. We zitten dan, Ze is verhuisd naar Weidenes dat ligt uh, voorbij Hoorn aan het Markermeer en uh, dat is inderdaad met haar toenmalige vriendin woont ze daar ja en wat er dan gebeurt Carrie ik vind het echt een heel bizar verhaal zij doet namelijk deze an een poging om haar vriendin die in bad ligt uh, te vermoorden door electrocutie moeilijk woord hè electrocutie Electro electrocutie nee <laughs> Electro ja, wat, wat gebeurt er uh, zij heeft een kacheltje een elektrisch kacheltje. En zij rolt daarnaast ook nog een mooie katrol uit om te zorgen dat ze dat kacheltje kan aansluiten en uiteindelijk in de badkamer kan zetten op de badkamerrand. Dat deden ze zogenaamd wel vaker omdat ze aan het verbouwen waren en het heel koud was in de badkamer. Maar deze keer had uh, Anne een duidelijk ander plan. Want uiteindelijk uh, duwt ze dat kacheltje in bad en probeert op die manier haar vriendin te vermoorden. En. Het gaat mis. Want wat gebeurt er? Waarschijnlijk door een te hoge belasting van het stopcontact. Eh, slaan de stoppen door. En dat blijkt ook later als ze proberen te bellen. via een telefoon die aan datzelfde stopcontact verbonden is. Blijkt dus dat heel snel nadat het kacheltje in het water geduwd was. dat de stroom er vanaf gaat. Ja, en dat is uiteindelijk de redding gebleken van die vriendin van Am. Want. Het is inderdaad zo dat je vrij snel als zo'n uh, elektroshock richting je hartstreek gaat, dan ben je er dus echt geweest. Ja. Ik wist niet dat dat zo snel kon gaan. Ja, en dat zou later ook nog kunnen blijken dat uh, dat Am in haar tuin achter die woning een gat had gegraven. Alvast. Alvast. Ja, ja. Dus uh, ja, dat kan nooit bewezen worden, maar goed, er was een gat gegraven. Dus. De plannen waren er zeker. Je nou, kan je voorstellen, Anne is natuurlijk in die tijd ook psychisch onderzocht. Uh, en wat blijkt inderdaad, uh, ze is onderzocht ook door het Pieter Baan Centrum. Ze heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis en leidt aan pathologische jaloezie. Maar wat werd, wat werd in de rechtsbank gezegd, dus na dat psychisch onderzoek: de kans op herhaling achten wij op korte termijn niet groot, aangezien er een langere relationele aanloop voor nodig is. Maar op langere termijn achten wij de kans op herhaling reëel. Ondertussen weten wij meer. Hè? Nou ja, dat is eigenlijk als je dat dus nu hoort. dan denk je dus als je dus weet dat die kans op herhaling reëel is. waarom is ze voor behandeld? Ja. Hè? Nou, ze is ook veroordeeld toen voor uh, twee jaar. en in hoger beroep drie jaar gevangenisstraf. Maar ja, dan ben je natuurlijk ook binnen een paar jaar weer vrij. Maar ze hebben aan die behandeling, daar hebben ze denk ik te weinig aandacht gegeven. Nou ja, ze hadden dus wel een, inderdaad een voorwaarde, inderdaad. Dus dat zij na de afloop van die detentie dus onder behandeling moet laten stellen door een psychiatrisch centrum. En ik vraag me af inderdaad hoe goed dat is uh, gegaan. Nou, in die tijd dat ze vast zat, heeft ze dus Mieke ontmoet. Um, en daar zijn we dus weer bij het verhaal. Dus Mieke, Mieke is weg. Nou, we kunnen nu eigenlijk op onze vingers natellen dat Anne hier echt wel iets mee te maken heeft. De politie denkt overigens dat het motief een financieel conflict is... Ja, dat ja, wat ze financieel zou... afhankelijk was geweest van Mieke. Ja, ze wilde geld lenen van Mieke, maar die had er geen behoefte aan. Ze wist blijkbaar ook dat Mieke toch enigszins vermogend was Ja, ik geworden. kan me dat toch niet goed voorstellen. Want ik denk niet dat Mieke nou heel goed bij kas zat. Ja, maar er is een erfenis misschien binnen de familie geweest. Iets anders, dat heb ik wel ergens opgepikt. Maar het kan ook zijn dat Ann wat gewoon dacht... dat ze er financieel beter van kon worden. Ja, ik het denk, ik niet denk al als, de ik als ik dit heb. dus lees... want uh, dus die twee keer dat ze haar ex-vriendin heeft willen vermoorden... beide ex-vriendinnen... Is het allebei omdat ze zich vernederd voelden? Dus ik denk ook dat Mieke het contact wilde verbreken, waarschijnlijk. En dat ze dus weer dat, diezelfde emotie. Ik denk dat dat eerder het motief zou zijn geweest. Het in ieder geval, zou kunnen... nou ja, Mieke blijft onvindbaar in ieder geval. En Anne blijft zwijgen. Dan gaan we naar 2017. Dan zijn bij de Belgische politie eigenlijk nieuwe aanwijzingen. Dus om een, nieuw, een zoekactie naar Mieke te starten. Dat doen ze bij dat tankstation in Nijvel. Dat is volgens mij de plek waar ze dan. Nou, dat ze niet op de camera was. Ja, waar ze. Niet meer zichtbaar was, maar wat volgens Am dan de laatste plek was waar ze met Mieke ook geweest was, althans daarna nog na het station, uh, leidt volgens mij tot niets. Nee, want moeten ze wel concrete bewijzen hebben gehad dat daar en... iets gebeurd is, want anders is het een hele rare plek. Hè? Want je gaat toch niet, uh, mocht je iemand vermoord hebben, ongehinderd iemand begraven bij een, in de buurt van een tankstation? Nee, ja, dus... of, ze, ja, of ze is misschien zelf toch ondergedoken, maar dan is ook de vraag hoe kom je daarachter? Ja. Nee, maar waarom zou je graven bij een tankstation? Dat is een hele rare plek om iemand te begraven. Ja. Dus dan moet ze iets, iets van een bewijs hebben, denk ik. Um, maar ja. Het leidt tot niks. Maar dan is het verhaal nog niet afgelopen. Want dan komen we in 2020, vorig jaar. Dezelfde An wordt gevonden in haar senior-appartement in Etteleur op 6 mei. Bewusteloos met een hele grote hoofdwond. Ja, dat zijn de buren. Die, die hebben doffe klappen gehoord. Die hebben de politie destijds gewaarschuwd. En uh, die politie komt daar ook. Nou ja, het is heel duidelijk dat het om Anne gaat. En ik denk ook dat ze duidelijk zien van... hé, hey, deze vrouw die staat al ergens geregistreerd. Dus ze gaan uh, de boel onderzoeken daar. Maar uh, naar een buurtonderzoek ook. Ze hebben die hele zaak onderzocht. Helemaal geen enkel teken van een misdrijf. En pas als Anne eigenlijk weer bij kennis raakt... want ze is in een coma uh, geraakt... dan zal het duidelijk worden of kan ze verklaring geven... Maar zover komt het niet volgens mij. Want uiteindelijk komt ze niet meer uit het coma... en overlijdt ze vlak daarna in ja. juni. Dus eigenlijk bizar, hè? Dus zij neemt haar geheim het graf in. Ja, en het dossier is niet gesloten. Hè? Anne is overleden, maar uh, Mieke is er nog steeds niet terecht. Dus uh, dat dossier blijft openstaan. Uh, dat is het Belgische pakket die probeert het eigenlijk nog wel op te lossen. En ook de familie van Mieke, die willen eigenlijk nog wel een antwoord uh, krijgen... Um, die hebben nog steeds de hoop dat uh, Andert misschien ooit heeft doorverteld of iets heeft losgelaten aan iemand. Dus die loven dan ook nog een beloning uit van 5000 euro voor de gouden tip. Want wat is er met Mieke gebeurd? Ik ben bang dat we er nooit meer achter zullen komen, Kari. Nee, dat is een vraag die, uh, die waarschijnlijk onbeantwoord blijft. Kan ik tijdens de vakantie even goed over nadenken? Want we gaan eventjes ertussenuit, luisteraars. Half ja. augustus zijn we weer terug met een nieuwe dat, zaak. Wat ga jij doen? Uh, ja, ik, ga in, ik ga in de auto zitten en alleen maar podcast luisteren. Jij? Ja, ik ga met een enorme stapel crimeboeken op een boot zitten, denk ik. We gaan ons voorbereiden. Ja, tot uh, half augustus. En tot een ont... Kleine verrassing? Kleine verrassing, dat weten we nog niet. Maar blijf je ons volgen op Twitter en Instagram, dan kom je er vanzelf achter. Moordzaken, de podcast.